Wanneer iemand nou ons formulier invult en op verzenden klikt, dan volgt daarna, als alles goed gaat, een lege pagina. En dat is niet zo mooi. Eigenlijk zou het mooi zijn wanneer er dan een stukje bedankt tekst zou komen. En dat kun je heel eenvoudig in Chronoforms regelen. Dus open in Chronoforms je formulier en ga dan naar de tab Setup. Onder de groep Basic vind je het element Display Message. Sleep deze naar het onze gedeelte En dit element display message komt helemaal onderaan het onsubmit gedeelte Want eerst wil je dat alle acties uitgevoerd worden. De check captcha en de mails moeten verzonden worden. En als alles uh, ge geregeld is, alles is gebeurd, dan pas moet het bericht getoond worden. En wat voor bericht wil je dan getoond hebben? Nou, dat kun je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Maar ik klik even op uh, het knopje edit van het element. En je kunt bijvoorbeeld intypen: uh, Uw bericht is succesvol verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Nou, wanneer je tekst uh, erin staat, en je kunt trouwens hier ook met de knop Switch Editor een, uh, een editor krijgen, dus een tekstverwerker. En dan kun je nog wat meer zaken ten aanzien van de opmaak van het bericht doen. Maar als je tekst zo is zoals je het graag wil hebben, klik dan op Save and Close en sla dan je formulier op. En je kunt dan even het formulier gaan testen om te kijken of het bericht inderdaad getoond wordt. Dus ik uh, ga een test doen. Mijn naam is Mindert. Mijn e-mailadres is info@netspecialist.nl. Een onderwerp vul ik in en een bericht. En uiteraard moet ik de captcha code invullen en ik kan dan op verzenden klikken. En even later is mijn formulier verzonden en je ziet dat het bericht getoond wordt. Uw bericht is succesvol verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Op deze manier weet de bezoeker van je site dat, uh, dat het formulier goed verzonden is en uh, het staat wat mooier dan zo'n lege pagina. Maar op deze manier kun je dus heel eenvoudig een bedankpagina toevoegen aan je contactformulier.